vandaag gaan we het hebben over paragraaf 3 en dan opgave 16. Ik heb al een hele hoop opgeschreven, ik praat je er even doorheen. Bij opgave A, en dat is een hele makkelijke, dus hier heb ik niet helemaal uitgewerkt. Kijk je naar pakjes kaas, die zijn normaal verdeeld met een gemiddelde van 202,5 en een standaardafwijking van 4. Dus als je daar 4 bij optelt, krijg je die 206,5 gram. Zet erbij, als je die normaal verdeling tekent, dat het over gewicht in grammen gaat. De vraag bij A is van hoeveel pakjes, hoe groot percentage van die pakjes is nou lichter dan 200 gram? Nou, dat gaat over deze oppervlakte. Die 200 staat ongeveer daar. En die reken je uit door op je rekenmachine de kans uit te rekenen dat een pakje minder dan 200 weegt. Met een gemiddelde en een standaardafwijking van 4 gram. Dat ga ik niet helemaal uitleggen. Het gaat mij vooral om opgave B en opgave C. Wat is er nou zo interessant aan opgave B? Nou, dan gaan we het hebben over een doos met 50 pakjes kaas. En ik heb hier de standaardafwijking een normaalverdeling getekend. En de vraag is, hoeveel pakjes zijn er nou lichter dan 10 kilo? Nou, dat is dus deze oppervlakte. Maar hoeveel is dat nou? We weten geen gemiddelde, we weten geen standaardafwijking. We kunnen hier nog niet mee rekenen. Hoe bereken je het gemiddelde van meerdere pakjes kaas en de standaardafwijking van meerdere pakjes kaas? Nou, daarvoor heb ik hier de wortel n-wet opgeschreven. Die hebben jullie eerder gehad en de wortel n-wet gaat erover dat jij n onafhankelijke stochasten hebt. Moeilijke woorden. Stochasten gaat over hetgeen waarvan je er meer van hebt, in dit geval pakjes kaas. Onafhankelijk houdt in dat als het ene pakje heel zwaar is, dat niks hoeft te zeggen over de andere pakjes. Dat is onafhankelijk verdeeld, dus dat maakt helemaal niks uit. Het moet dus niet zo zijn dat ze elkaar beïnvloeden, dan geldt deze hele wet niet. Ja, dus moet je even checken voor jezelf. Nou, ik heb hem hier opgeschreven. Stel je hebt een stochast x, in ons geval k, pakjes kaas. En daarvan weet je het gemiddelde en de standaardafwijking. En je gaat nu kijken naar meerdere pakjes, namelijk n. Nou, dan kijk je dus naar de som. En als je kijkt naar het gemiddelde van zo'n hele doos, en dan het gewicht daarvan, dan is dat gewoon n keer het oude gemiddelde. Dus we haalden een gemiddelde van 202,5. We nemen nu 50 pakjes. Nou, dan is jouw nieuwe gemiddelde, is die 202,5 keer 50. En dat geeft een gemiddelde van 10 kilo en 125 gram. Die kunnen we dus hier ook invullen. Zo. Dus dat doe je door 50 keer het oude gemiddelde te doen. Als je de standaardafwijking wil weten, dan doe je dat niet keer n, keer 50, maar de wortel van n. Ik ga niet uitleggen waarom, hebben jullie eerder gehad. Korte herhaling is dit. Dus we doen de standaardafwijking, de oude, die was 4, keer de wortel van 50. En dat geeft de standaardafwijking van 28,3 gram. Nou, dan kunnen we hier even getallen in gaan vullen. Dan hebben we het over 10 kilo en 153,3 gram. En deze hier ga ik niet opschrijven, dat past er niet zo goed in. En de vraag was, hoe groot percentage van de pakjes is te licht van de dozen? Is minder dan 10 kilo. Nou, dan heb je het over de kans dat een doos, en in dit geval heb ik hem gedefinieerd als S, de som van 50 pakjes, dat die kleiner is dan 10.000. Let erop, niet 10, want we hadden het over grammen en niet over kilogram. Gegeven dat mu 10 kilo en 125 gram is en sigma is 28,3. En deze kans is 0,00000. Ja. Grote kans dat jouw rekenmachine het antwoord geeft keer 10 tot de min 6e. Ik zal hem even opschrijven zoals mijn rekenmachine hem gaf. 4,952 keer 10 tot de min 6e. Dit mag je ook laten staan, maar wat dit betekent is dat je comma 6 plekken naar links hoort te staan eigenlijk. En je rekenmachine kort dat in, die houdt niet van zoveel nullen. Dus als je hem 6 plekken naar links schrijft, krijg je dat antwoord. En de vraag was om het in 4 significante cijfers te geven. Dat heb ik bij deze gedaan. Dit was het antwoord op B. Ik heb eventjes opgave B uitgeveegd en een beginnetje gemaakt aan opgave C.
Bij opgave C hebben we n pakjes kaas. We weten niet hoeveel het er zijn. En we kijken, als we n pakjes kaas hebben, naar het gemiddelde van die pakjes. Hoeveel wegen die gemiddeld? En de opgave was, neem n zo dat maar 10% van de pakjes minder weegt dan 202 gram. Ik heb even hier de normaalverdeling getekend en we gaan kijken hoeveel van die gegevens, de gemiddeldes en de standaardafwijking, we nu in kunnen vullen. Daarvoor hebben we die wortel n weer nodig, die we net ook al hadden. We hebben het nu over gemiddelde, dat is de onderste, g. En het gemiddelde blijft gewoon hetzelfde als je 1 pakje kaas neemt. Of je nou 1000 pakjes kaas neemt of 1 miljoen, het gemiddelde per pakje blijft gewoon 202,5 gram. Dus die kunnen we hier ook invullen. Het interessante begint pas bij die standaardafwijking. Die geeft namelijk aan hoe smal dit is. Als ik heel veel pakjes kaas neem, zullen ze steeds meer op elkaar gaan lijken, dat gemiddelde. Dat gemiddelde wordt steeds meer hetzelfde. Dus hoe groter n wordt, hoe kleiner mijn standaardafwijking, hoe smaller dit wordt. En daarmee wil ik spelen hoe smal dit is, om te zorgen dat bij die 202 10% hoort. Die standaardafwijking, en we gaan het zo ook zien in de formule, weten we dus nu nog niet. Maar ik ga hem wel even in formule opschrijven. Standaardafwijking van een gemiddelde staat hier. Is je oude standaardafwijking gedeeld door wortel n? Nou, de oude standaardafwijking was 4 gram. Dus je hebt 4 gedeeld door wortel n. Maar n weten we niet. De vraag is nu, kunnen we dit oplossen? Er zijn twee manieren. Je kan dit al gewoon invullen op je rekenmachine met de inf-norm. Die ga ik ze ook opschrijven. Maar een andere manier is om het te standaardiseren. En die ga ik nu geven, zodat je weet hoe dat moet in gevallen dat het niet lukt met de rekenmachine. Dus we gaan standaardiseren. Wat houdt dat in? Nou, we gaan deze grafiek eerst verschuiven, zodat hij precies op 0 ligt in plaats van 202,5. En daarna gaan we hem uitrekken of inkrimpen, zodat die standaardafwijking precies 1 is. Dus we willen dat je mu gelijk is aan 1 en je 0, sorry, en je standaardafwijking aan 1. Dat weten we al. Nou, hoe gaan we dat doen? Ik schrijf even die waarden op die we net hadden. Dit was eerst, ik maak hem even langer, was 202. Ik ga hem verschuiven, zodat het gemiddelde op 0 komt te liggen. Dus hij gaat helemaal naar links. Dan gaat die 202,5 gram naar links. Dat houdt in dat hier 202,5 vanaf wordt getrokken. En daarmee ligt mijn gemiddelde op 0. Daarna wil ik dat die standaardafwijking die ik hier had, dat die 1 wordt. Die was 4 gedeeld wortel n. Ik wil dat het 1 wordt. Nou, als ik die 1 wil maken, kan ik delen door de standaardafwijking. En dan wordt dit getal hier, of die standaardafwijking, wordt dan dus 1. Dus we delen door de standaardafwijking. En dat was 4 gedeeld wortel n. Dat houdt in dat onze nieuwe waarde die hier ligt, die hoort bij die 10%, een best ingewikkeld getal is geworden. Maar ons gemiddelde is 0, onze standaardafwijking is min 1. Ik zal eventjes weer de 68% erin zetten. Hoe gaan we hier nou mee rekenen? Nou, wat willen we weten? We willen dat de kans dat onze nieuwe gemiddelde, en die noemen we, of onze nieuwe stochast eigenlijk, die noemen we z. Een gestandardiseerde stochast noemen we eigenlijk altijd z. Wilden we net kleiner dan 202 hebben. Nu willen we hem kleiner hebben dan wat hier staat. Kleiner dan 202 min 202,5 gedeeld door 4 gedeeld door wortel n. Gegeven dat mu van z 0 is en sigma van z 1 is. Wat willen we van deze kans? Nou, we willen dat maximaal 10% van die pakjes zo weinig weegt. Niet meer, want dan hebben we een probleem. Zullen dat deze kans kleiner is dan 0,1. Ik krijg het daar niet meer erop, dus ik doe het eventjes zo. Dit is de kleiner kant, daar is hij ook smaller. Dus deze kans moet kleiner zijn dan 0,1. Nou, daarvoor neem je de inf-norm op je rekenmachine. Dan vul je in dat je het hebt over een kans van 10%, 0,1. Let erop, doe dat met de punt, want hier komen sigma en mu te staan. En die moeten immers weergegeven worden met komma's ertussen.
Zo uit mijn hoofd, maar je rekenmachine geeft het aan hoor. Heb je eerst het gemiddelde en dan de standaardafwijking. Als je dit invult, krijg je vervolgens dit getal. Wat je wilde weten. Als je het invult op je rekenmachine, even, dan geeft dat min 1,282 afgerond. Dus hier staat min 1,28. En dat is gelijk hieraan. Nou, ik ga dit niet helemaal uitrekenen, maar de taak is dus om op te lossen dat dit gedeeld door 4 gedeeld door wortel n gelijk is aan min 1,28. En dat geeft 105,1. De vraag was vanaf hoeveel pakjes? Nou, 105 voldoet dus niet, want dat is nog net te weinig. Dus vanaf 106 pakjes. Zo. Gaat het goed? En is jouw is maar 10% van de pakjes te licht? Dit was het antwoord op vraag C.